je ogen sluit en ga in een diepe hypnotische staat. Slap, juist, los en diep. Wat is er allemaal voor mij veranderd doordat die schroom er volledig is vanaf gegaan? Als zelfstandig hypnotherapeut en coach is het essentieel dat jij een goede techniek hebt waarmee jij jouw cliënten kan helpen wanneer ze last hebben van jeugdtrauma's, waardoor ze niet de persoon kunnen zijn die ze willen zijn. In het volgende fragment zie je hoe ik 3 jaar geleden Tom hypnotiseerde bij ons op de academie in Den Haag. Hij vroeg mij om hulp omdat zijn unieke talent niet kon schitteren in zijn onderneming, wat hem intens frustreerde. Zijn unieke kwaliteit is juist het contact maken met mensen. En met vreemde mensen contact maken om nieuwe relaties te leggen voor zijn onderneming. Hij had schroom op die unieke kwaliteit door een oud jeugdtrauma. Heel vaak zie je dat als in jouw praktijk cliënten komen, dat er iets in het verleden heeft plaatsgevonden waar je als kind een verkeerde boodschap aan jezelf gaf, omdat iemand je behandelde op een manier die je als kind toen eigenlijk verkeerd interpreteerde. Door middel van de regressietechniek, wat een van de krachtigste hypnosetechnieken is die er maar bestaat, kun je teruggaan helemaal naar de geboorteplaats van een probleem, om het daarvoor goed op te lossen. Dat betekent dat je met deze techniek burn-outs, depressies en verslavingen compleet en voorgoed oplost bij jouw cliënten. Maar ook ondernemers kan helpen wanneer ze niet productief kunnen zijn of wanneer ze uitstelgedrag hebben, om erachter te komen hoe hun onderbewustzijn hun vaak overbeschermt. Ik had het zelf zo zot niet kunnen bedenken. Martijn, er is van alles in beweging gekomen. Even heel kort, wat is er allemaal voor mij veranderd doordat die schroom er volledig is vanaf gegaan? Dat is, ik heb een leuke en toffe podcast waarin dat ik wekelijks samen met Timothy in gesprek ga met geïnspireerde mensen. En ik leg de eerste contacten. Dus moet je wel contact zoeken met mensen. We hebben nu ook een Tim Tom Mindset Academy. Zijn we opgestart met verschillende coaches. En ik ben de relatiebouwer. Dus ik zoek de juiste pionnen. Dus ik ga wel de markt op om te kijken wie past binnen ons project. Dus ja, als ik nog schroom zou gehad hebben, zou dat niet van een leien dakje gelopen zijn. Dat kan ik u wel al vertellen. Dat is een fantastisch resultaat, dat je schroom compleet weg is gevallen en dat je daardoor een heel podcast academy bent gestart en een hele nieuwe onderneming bent gestart en de relatiebouwer bent nu. Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is super. En nu als ik erop terugkijk, ja, uiteindelijk was het gewoon die beperkende overtuiging die jij dan toch wel weggehaald hebt. Een mooi resultaat dus. Er is geen schroom meer waardoor Tom volledig vrij is geworden om actie te nemen en contact te maken met mensen die hij niet kent, waardoor er heel veel nieuwe ontwikkelingen zijn. Interessant is ook dat nu het connectie maken zijn kernkwaliteit is, waar hij heel veel profijt van heeft op een dagdagelijkse basis. In het volgende fragment kun je zien wat voor sessie daaraan vooraf ging, namelijk de regressie en transformationele therapietechniek. Wanneer je hand je gezicht raakt, Tom, ga je je ogen sluiten en ga je in een diepe hypnotische staat. Slap, juist, los en diep. Van wie kreeg je de schuld? Van mijn moeder. Ik wil je mijn echte gevoelens vertellen. Zeg maar. Maar ik wil je mijn echte gevoelens vertellen. Ga je gang. Gewoon wat liefde. Ik heb liefde nodig, want ik voel mij hier alleen, ik voel mij onbegrepen en ik kan bij niemand terecht om mijn verhaal te delen. Ik kan enkel naar mijn tante bellen die nog begrip opbrengt en waar dat ik mijn verhaal bij kwijt kunt, maar bij niemand anders. Oké. Zodra je in je onbewuste weet precies hoe dit werkt, stap je in je moeder en kijk je naar jezelf. 3, 2, 1. Wees je moeder nu. Tom zegt dat hij bij niemand anders terecht kan. Hij wil gewoon het lief. Hij wil niet alles schrikken. Wat is je reactie daarop? Ja, ik heb het natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Ik ben al heel vroeg heb ik al
op mijn kleine broertje moeten passen. Ik heb mijn jeugd ook niet kunnen beleven. En ik ben al van mijn 12, 13 jaar moest ik meehelpen in de winkel. En moest ik op mijn klein broertje passen. En ja, ik zou je weten. Oké, wees stom. 3, 2, 1. Wees stom. Je moeder zegt dat ze zelf geen jeugd heeft gehad. Dat ze vanaf een jonge leeftijd op haar 12e al op haar broer moest passen. Wat is je reactie daarop? Oké, ja. Ik probeer dat wel te begrijpen, maar ik heb echt liefde nodig. En bij mijn pa kan ik ze niet vinden, die liefde. Omdat die volledig is, zich volledig heeft beschermd en afgesloten. En bij u kan ik ook niet terecht, omdat je mijn broer meer beschermt, terwijl dat ik even goede bescherming en nood en liefde nodig heb. Oké, wees de moeder 3, 2, 1. Tom zegt hij begrijpt dat je zelf geen jeugd hebt gehad en dat je op je 12e, 13e al in de winkel moest zitten. Hij begrijpt dat, echter wilt hij gewoon liefde hebben. Hij kan bij pa niet terecht en hij wil het graag van jou. Hij begrijpt dat je in je eigen jeugd geen tijd hebt gehad om je eigen jeugd te ervaren. Wat is je reactie naar Tom? Ja, ik zou niet weten hoe dat ik dat moet doen. Ja, ik probeer goed te zijn voor u, maar ja, het is een gevoel, ja, Benneken is toch is jonger en ja, probeer dat dan toch te begrijpen. Ik wil u niet kwetsen, maar ik weet ook niet hoe dat ik het moet aanpakken. Oké, 3, 2, 1, wees Tom. Kijk naar je moeder. Je moeder zegt, ja, ze weet niet precies hoe ze dat moet aanpakken. Hoe ze je die liefde moet geven. Ze vindt volgens haar dat ze die liefde wel geeft. Maar ze heeft daar moeite mee. Het lijkt alsof ze ja, daar echt struggles mee heeft. En tegelijkertijd zegt ze, ja, bescherm je broertje ook. Wat is je reactie erop? Ja, ik probeer het wat te begrijpen, maar het gevoel van liefde is zo belangrijk om comfortabel en bevrijd te kunnen zijn van angst. Gewoon begrepen te worden en niet altijd mijn broer gelijk te willen geven. Terwijl ik probeer het objectief de situatie te bekijken. Oké, wees je moeder 3, 2, 1. Tom zegt hij begrijpt dat je moeite met hebt liefde te geven en dat je je eigen jeugd niet goed kon leven en dat hij zijn broertje moet helpen, maar Tom wil begrepen worden door je. Wat kun jij nu zeggen, mama, naar Tom, dat je hem begrijpt? Ik zou mijn best doen, ja. Ik wist niet dat het zo diep zit, maar je zei ook regelmatig, maakt het mij ook niet gemakkelijk en door uw rebels gedrag en door moedwillig uw broer te willen pijn doen om toch wat aandacht te krijgen. En, Oké, wees Tom. Je moeder zegt ze gaat haar best doen om te laten begrijpen. Ze wist niet dat het zo diep zat, Tom. Ze wist niet dat het zo diep zat. En ze heeft het ook wat over je rebellerende gedrag. Wat is je reactie daarop? Ja, het is misschien de puberteit en ik weet het ook allemaal niet meer hoe dat het komt. Ik wil voor iedereen goed doen en gewoon een complimentje af en toe krijgen en gewaardeerd te worden op wie dat ben en niet constant de schuld van alles krijgen en het gevoel geven dat ik minder waardig ben. Hou je van je moeder? Ja, omdat mijn moeder... Zeg maar mama, ik hou van mama, je. Ma, ik hou van je. Ma, ik hou van je. Zeg nog maar een keer. Ma, ik hou van je. Zeg nog een keer. Ma, ik hou van je. Oké, wees de moeder. Hoe is dat om te horen? Dat is heel goed te horen en dat goede vrouw in. Plannen komen. Wees de moeder, hoe is dat om je zoon dat te horen zeggen?
Ja, te emotioneel. Te emotioneel. Wat is je reactie erop naar Tom? Tom wil een compliment horen en hij houdt van je. Zeg het maar. Ja, ik heb in mijn leven ook geen complimenten gehad. Ik moest er ook altijd staan voor je broertje en in de winkel staan. En ik heb ook nooit geen complimenten of liefde gekregen zoals ik het graag zou willen hebben. En ja, ik weet het ook niet hoe dat het moet doen. Maar ik begrijp dat je het steeds over jezelf hebt en dat je steeds in je eigen jeugd duikt. Maar Tom zit recht voor je en hij heeft net gezegd dat hij van je houdt. Wat is je reactie daarop? Ik hou ook van je, Tom. Zeg het nog een keer maar. Ik hou ook van je, Tom. Zeg het alsof je het meent. Ik hou ook van je, Tom. Ja, goed. Wil je hem een compliment geven? Je hebt volledig vrije wil, maar om dat te doen of niet? Ja, doe gewoon je best, zodat je iets bereikt in het leven. Je krijgt alle mogelijkheden om te studeren en te bereiken wat je wilt. En doe er iets mee en laat je niet leiden door je gemakzucht of door andere dingen. Oké, wees Tom, 3, 2, 1. Juist, daar zit je moeder voor je. Je moeder moest wenen dat je zei, ik hou van je ma. Het was een overweldigende emotie voor haar. Ze zegt, je moet je niet laten leiden door je gemakzucht. Maak iets van je leven. Maak iets van je leven. Je hebt alles in je om het te doen. Je moeder heeft gezegd, ik hou van je. Heb je dat gehoord? Juist, laat de scène vervagen. Diepe slaap. Diepe slaap. Diepe slaap. Slaap. Diep. Juist. Dieper en dieper. En dieper. En laat de scène vervagen. Heel goed. Wat ik wil dat je doet, Tom, is dat je zo direct als ik zeg ja, dan ga je naar een andere kamer toe. En wat je daar doet, is dat je een gesprek met jezelf gaat houden. Je mag zelf kiezen welke leeftijd je een gesprek met jezelf wil houden. Welke leeftijd wil je kiezen? 25. Oké, ik tel je van 5 naar 1 naar de andere kamer. En dan zit je daar met de Tom van 25 jaar oud. 5, 4, 3, 2, 1. Andere kamer nu. Je Tom van 25 zit recht voor je. Zeg maar tegen Tom wat je wilt zeggen. Kijk, daar zit hij. Hoe ziet Tom eruit? Nieuws gekregen dat zijn vriendin zwanger is. Hij heeft het nieuws gekregen dat zijn vriendin zwanger is. Ja. Oké. Okay. Zeg maar wat tegen. Hij heeft net nieuws gehad dat zijn vriendin zwanger is. Wat wil je tegen hem zeggen? Van, geef het goede voorbeeld. Als je dochter wordt geboren, geef dan de liefde die jij dan ontbrak. Geef gewoon die liefde en verdoof je niet langer met drugs of alcohol, maar geef je je puurheid, je echtheid, hetgeen dat je nu zit. Geef dat is het mooiste geschenk dat je iemand anders kunt geven. En ga niet met je voor de vrienden om en denk niet enkel aan plezier en drank en drugs, maar wees er voor je dochter, want je dochter is het mooiste dat je kon overkomen om iets van je leven te maken. Oké. Wees Tom van 25, 3, 2, 1. Wat is je reactie daarop? Ja.
spreek naar Tom. Oké, ja. Ik ga dat proberen te doen, die liefde te geven. Ik weet enkel nog niet hoe dat ik dat precies moet doen. Dat ik toch het een heel zware periode, nu al juist een heel zware periode achter de rug heb. Dat vooral uitgangsleven was en alle dagen feesten en andere onfrisse dingen. Oké. Bij 1 ben je weer top. 3, 2, 1. Oké. Top van 25 vraagt zich af: hoe kan hij die liefde geven? Wat is je reactie daarop? Luister, die liefde zit in ieder van ons. Het gaat er dan gewoon over om naar die liefde die in ons zit te luisteren. En komen er onprettige gevoelens of emoties naar boven, geef er ook niet meer aandacht aan wat nodig. Je hoeft er daarvoor niet volledig mee in dialoog te gaan, want die gevoelens en die emoties, die hebben toch weg. En dan komen er andere gevoelens en emoties in de plaats. Het is even door die zure appel bijten en dan ga je pas de schoonheid van het leven ontdekken en ga je ook kunnen genieten van kleine dingen. Want met ecstasy-pilletjes en andere dingetjes voel je wel even goed, maar ik kan me wel voorstellen de volgende dagen dat dat toch iets minder is, dat gevoel. Oké. 3, 2, 1. Ben je stop van 25? 3, 2, 1. Wat is je reactie daarop? De liefde zit gewoon in je. Het is een kwestie van het geven. Het is puur. Ik ga er volledig voor gaan. Om tegen dat de dochter geboren wordt, dat ik een en al liefde kan uitstralen naar iedereen die mij lief heeft en die mij dierbaar is. Juist, oké. Laat de scène vervagen. Diepe slaap. Diepe slaap. Diepe slaap. Diepe slaap. Juist. Dieper en dieper en dieper. Laat de scène vervagen. Wat ik wil dat je doet, Tom, is dat je je analytische deel van je geest uitnodigt. Je kritische deel van je geest. Het deel van je geest dat heel goed kan reflecteren en leren. Ik wil dat je terugreflecteert op de ervaringen die je net allemaal hebt gehad. Dat je moeder niet in staat was om liefde te geven op de manier die je graag wilde. Dat je moeder problemen heeft gehad in haar eigen jeugd. En dat ze een onvermogen had om de liefde te geven op een manier zoals jij wilde. En de verwachting dat ze toch die liefde kon geven hoe jij wilde, heeft je pijn gedaan. Heeft je vaak een beledigd gevoel gegeven en misschien wel een minderwaardig gevoel. Ik wil dat je terugkijkt op het moment dat je in bed lag en dat je bepaalde filmpjes opnieuw bekeek en dat je boos en verdrietig was, omdat je je onbegrepen voelde. Ik wil dat je terugkijkt op de ervaring die je had met de 25-jarige Tom en de adviezen en alle lessen die je hebt geleerd, dat je daarop reflecteert. Neem dan maar even de tijd voor. En wanneer je klaar bent met het reflecteren, kun je met je hoofd knikken. Heel goed. Oké. Straks, Tom, is het tijd om uit hypnose te komen. Maar voordat je dat doet, omdat je zo goed hebt geluisterd naar de suggesties en jezelf zulke krachtige ervaringen hebt gegeven en je onderbewuste bereid is geweest zoveel transformatieve ervaringen te ontdekken, zal het zo zijn, Tom, dat je in de komende dagen en weken je veel lichter voelt, veel beter voelt, veel vrijer voelt, omdat je gehele nieuwe perspectieven hebt. Je zult in staat zijn om heel snel weer in dat pure goede gevoel te komen, dat euforische gevoel. Je zal zoveel nieuwe manieren gaan ontdekken en vinden
Hoe je jezelf die liefde kan geven. En je veel meer focust ook op het pure in jou naar anderen te geven. En hoe goed je daarin geworden bent. En hoeveel levenswijsheid je allemaal hebt opgedaan door alles wat je hebt meegemaakt. En ik vraag me af hoe dit alles een positief effect zal hebben in de komende jaren die je gaat meemaken. Het zou kunnen zijn dat je onderbewuste in staat is om krachtige liefde te geven, terwijl je de hele tijd gewoon in een comfortabel gevoel blijft. Het zou kunnen zijn dat je onderbewuste spontaan en gemakkelijk met andere mensen contact maakt wanneer je dat wilt, waardoor je veel meer focus houdt in je business, veel meer wijzere beslissingen maakt, omdat ze niet meer per se komen uit een pijnlijk gevoel van vroeger, een gebrek aan liefde. En je hebt zoveel geleerd. Het zou kunnen zijn dat je onbewuste zoveel nieuwe manieren gaat ontdekken om jou dat gevoel van begrip te geven. Het kan nu gebeuren in deze trance. Jezelf begrijpen op een geheel nieuwe manier is een zeer liefdevolle bezigheid. Het zou ook kunnen zijn dat je onbewust iets veel beters kiest om het gevoel van liefde op peil te houden dan wat ik net noemde. Eén deel van je tong is al helemaal vol met liefde en is altijd vol met liefde geweest. En ik weet dat je dat weet. En dat is het deel wat veel cliënten nodig hebben om te zien vanuit hun ogen naar jou. De manier hoe je ze aankijkt, de manier hoe je je stem gebruikt, de manier hoe je ze hypnotiseert. En alle andere manieren hoe jij expressie wil gaan geven, tong, van alles wat je in je hebt. Wanneer je op een terras zit, wanneer je alleen thuis bent, wanneer je in je bed ligt, wanneer je met je vrouw bent, wanneer je op vakantie bent en op alle andere plekken, hoe goed je dat kan doen. Diepe slaap, diepe slaap, diepe slaap. Tel je zo terug van 1 naar 5. Bij 5 voel je je helder, fris en supergoed. 1. Goed gevoel gaat door je heen. 2. Energie keert terug in je lichaam. 3. Gevoel verspreidt zich door al je gedachten. Je schouders voelen licht en ontspannen. Je bovenarmen. Je voelt je voeten in je schoenen. En 5. Helder, alert, fris, wakker, wakker, wakker. Oeh, rock and roll, man. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Mai. Wauw. Dat was heavy stuff. Dat is heavy stuff, hè? Oh, fucking nee. Wauw. Oeh, ja, dat was even. Dat was diep. Ja, hè? Wauw. En intens, hè? Het was alles. Oké. Okay. Ja, voel je goed? Ja, ja. Ik ben vooral opgelucht. Je bent opgelucht? Ja. Ja, mooi. Dat is iets dat ik kunnen zeggen heb, dat heel fantastisch gevoeld. Wauw, super. Ja. Ja, ja. Dus je voelt je opgelucht omdat je hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Ja. Ja. Ja, ja, dus super. Mooi zo. Nou, dankjewel. Jij bedankt. Wil je nog iets delen over je ervaring? Of zeg je, ik laat het even bezinken? Wat dat ik nu tot besef kom, alles wat dat je nodig hebt, zit er nu. En je hoeft niet te wijzen naar andere mensen of naar andere personen. Alles werkt. Alle liefde, alle skills, alle vaardigheden moet je zelf ook exploreren en ontdekken in jezelf. En die belemmerende denkpatronen, oké, voor alles is een oplossing. Hmm. Zeg ook wat je te zeggen hebt, krop het niet op, want hoe meer dat je opkropt, hoe moeilijker dat is om iets te zeggen. En op den duur ga je zodanig veel opgekropt hebben, dat je het niet meer kunt zeggen. En dat je dan van allerlei trucjes en dingen gaat beginnen uitvinden, om dat niet te hoeven zeggen, maar je toch ergens goed te voelen. En dan denk ik aan alcohol of andere toevlucht en andere dingen. Maar als je het gewoon zegt en je zo ver laat komen, dan kan je in evenwicht blijven en kan je goed blijven voelen. Ja.
Wauw, ja. Klinkt alsof je ook een heel groot publiek aan het toespreken bent. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je als coach en hypnotherapeut die je bent, met deze sessie een positief effect zal hebben op heel veel mensen. Duizenden mensen misschien wel. Ja. Oké, dankjewel. Jij bedankt. Doordat de herinnering in hypnose omhoog komt die te maken heeft met een negatieve emotie vaak die opgelost wil worden door de cliënt, zie je dat door middel van die kristaldialogen, die gesprekken die in dit geval ik begeleid, de hele herinnering, zoals we noemen, gereimprinted wordt. Oftewel, de hele herinnering wordt veranderd. De geschiedenis wordt herschreven. Zo zou je het ook kunnen zien. Wil je ook transformationele therapie toepassen als zelfstandige coach? Klik op de link hieronder voor de opleiding. Bedankt voor het kijken en ik zie jou in de volgende video. Wat is er allemaal voor mij veranderd doordat die schroom er volledig is vanaf gegaan? Dat is, ik heb een leuke en toffe podcast waarin dat ik wekelijks samen met Timothy in gesprek ga met geïnspireerde mensen.